Hey mensen, welkom bij een nieuwe challenge op dit kanaal. En vandaag hebben we een hele leuke nieuwe challenge bedacht. Namelijk de challenge Kunst of Kids. Kots. Kids. Nee, niet die kids. Oh. Kinderen. Oké. Okay. De challenge houdt in, wij hebben hier een aantal tekeningen liggen en kunstwerken. Maar is het nou gemaakt door een kunstenaar of is het gemaakt door een kind? Wij gaan tegen elkaar strijden. Ik ben benieuwd wie de meeste goed heeft. Jij bent een tekenkoning, dus jij moet het ook kunnen zien. Ja, ik ben een tekenkoning. Ik ben een vleeseter. Ik ben een dialectkoning. Hè. Jij wint altijd alle challenges. Ja, maar daar kan ik niks aan doen, man. Ik win gewoon altijd. Ik ben gewoon een winnaar. We zullen zien dit keer. We zullen zien. We gaan beginnen met deze tekening. Wat denk jij als je het zo bekijkt? Ja, weet je, ik denk dat het door een kind is getekend. Maar dat zal denk ik al bij alles zijn. Maar juist omdat ze verwachten dat ik denk dat het door een kind is getekend, denk ik dat het door een kunstenaar is getekend. Jij denkt dat het een kunstenaar is? Ja, ik denk het ook wel. Ja? Want het is wel iets te uitgebreid. Nou kijk, dit is echt kinderlijk, dat bovenste, weet je wel, die lettertjes. Maar dit zou een kind, ja, ik denk, snel tekenen. Ik denk ook een kunstenaar hoor, dat denk ik oprecht. Want ik vind het te veel Ja, maar je ziet ook die abstracte figuren en die lijnen. En je ziet ook de bedoeling van de kunstenaar erin. Wat hij daarmee wil verwoorden, zeg maar. Ik snap zijn gevoel. Zullen we kijken of het waar is? We hebben allebei kunstenaar. Toch? Ja. Kunst! Ja! Onbekend! $420.000. $420.000. Zoveel is dat waard? Nee! Kijk, als jij dit nou eens even tekent, dan verkopen we het even en dan kunnen we gewoon in een vet mooie villa gaan wonen. Ja, maar weet je wat het is? Het wordt meestal meer waard als je dood bent als kunstenaar. Dan teken jij dat, dan vermoord ik jou en dan gaan wij gewoon lekker leven. Ja! We gaan door naar de volgende. Ja. Weet je, ik doe weer die omgekeerde psychologie. Jij denkt dat dit een kind is? Ik denk dat dit een kind is. Ik denk het niet. Ik denk dat dit een kunstenaar is, hoor. Ik ga constant het omgekeerde zeggen. Dit is echt, ik vind het heel mooi. Namelijk. Ja, ik vind het ook wel mooi. En of, dit is, ik zeg kunstenaar. Jij zegt kind? Ik zeg kind. Oké. Okay. Ah, kunstenaar! Dit is dus een kunstwerk. Wat denk je dat het waard is? Ik zag het net al staan. Dus ik denk 30 miljoen. Dat klopt! Ongelooflijk. Dus als een kind het had getekend, had hij 30 miljoen in de test genoten. Nee, want dan moet hij eerst doodgaan. Ah, ja. Oké. Wat is dit voor een balzak? Die heeft echt flinke ballen. Een duiveltje. Ik denk dat het door een kind is gemaakt. Gewoon omdat we die nog niet hebben gehad. Dat is serieus ook de beredenering die ik had. Ja, en een kind denkt meestal, als je nog jong bent, dan denk je dat, ja, mijn vader heeft vet grote ballen. Dus misschien heeft hij zijn vader gemaakt. Zijn vader maakt mij ook zo die duivelshond. Zijn vader is de duivel. Ik denk kind. Kind? Ik zeg ook kind, man. Okay. Ik ben het met je eens. Oh. Nee, man. Het is een kindertekening. Ja? 30 miljoen. Nee, grapje. 3-2 staat er nou. Ja, we gaan goed, man. We gaan goed. Ja, dit weet ik denk ik wel. Denk je niet? Ik denk dat ik deze wel weet. Ja, maar wat versta je onder kinderen? Tot hoeveel? Tot nee, daar gaat het helemaal niet om. Ja, nee, misschien is het wel een kind van toen ik zo oud was, denk 14 jaar, toen kon ik dit ook wel tekenen. Ja, oké, dan moet jij zeggen kind. Nee, maar is dat nog een kind? Ja, alles onder de 18, zeg maar. Ja, nou ja. Als het geen kunstenaar is, zeg maar. Iemand van 16 kan ook nog geen kunstenaar zijn. Ik zeg kind. Jij zegt kind? Ik zeg kind. Het is wel echt een mooie tekening. Dus als diegene die dit heeft getekend als de kind is, respect. Maar ik zeg kunstenaar, voor de zekerheid. Oké, dan mag jij hem kijken. Jij zegt kind? Ik zeg kind. Ah! Wat? Kindertekening, 12 jaar. 12 jaar? Dat is nog jonger dan ik had gedacht. Dat is best mooi. Dat is serieus heel knap. Mooi. Nou, die gaat ooit nog wel een schilderij maken die 30 miljoen waard is, hoor. Ja, als hij dood is. Goed! De volgende tekening. Zeer prachtig. Mooie grote memme. Mooie kleur. Mooie kleur ook. Die heeft zeker een blauwtje gelopen. Mooi karakter. Is het een vent trouwens? Ik denk een vrouw. Maar kijk dat gezicht. Ja. Serieus. Ja, wat wil je daarvan maken? Ja, nou ja. Daar zou ik zeg maar niet in bed mee willen liggen. Nee, maar het is ik zie eerder een stevige vrouw in dan een vent, zeg maar. Ik zie eerder een vent die een borst. Ja, maar ik zie hier een stringetje en twee borsten. Nee man, vroeger was het heel normaal dat mannen ook gewoon strakke broekjes droegen. Maar wat denk jij? Kind of kunstenaar? Ik denk kunst. Ik denk ook kunst. Is het? Kunst! Waarde is $137.5 miljoen. Nee! Ja. 137? Nee man! Ja. En dat voor een paar grote memmen en een speedo. Oh. Dit is ook weer zo'n tricky iets, hè? Nee, ik weet hem al. Ja? Ja, ik weet hem al. Ik weet zelfs hoe dit gemaakt is. Ja, ik ook.
Dat is baarteken, noemen ze dat toch? Hoe? Baarteken. Baartekenen? Baarteken. Ik zeg kind. Ik zeg ook kind. Ja! Een kind! 5 jaar uit Engeland. Door autisme heeft ze een hele goede focus en goed oog voor detail. Ah, dan zie ik het. Maar nee, dat is omdat de printer leeg was. Dan gaan we door naar de volgende rak. Wat zal... Ja, dit is echt tricky. Dit had ik vanmorgen ook. Een beetje poepbroen en een beetje pisgeil. Zou dit echt iemand zeggen geweest die gewoon zijn scheid uit heeft gesmeerd? Ja, weet je, mag ik de andere ook nog even kijken of te kiezen van... Nee. Nou, oké. Ja, shit. Wat denk jij? Ik denk kunst. Dan zeg ik kind. Gewoon om het spannend te maken. Oké. Want ik denk ook wel dat het een kind is. Dit is gewoon een kind die met vingers heeft gedaan, man. Wat zal het zijn? Kunst! Dat nee, had ik niet. Wat staat eronder? Ik wil door. Hoeveel is ik dacht dat ik het goed had. Dit is de Japanse Kazuha Shikiraga. En, die ken ik wel. Het is maar liefst 4,8 miljoen dollar waard. Voor een beetje scheid op een schilderij. Ruikt het goed? Shit, man. Dat betekent dat jij voor staat. Ja. Ja. Oh. Ik zeg kind. Kind. En dat baseer ik op... als die oogjes er niet op hadden gezeten, dan had ik gezegd kunst, denk ik. Maar je ziet zo heel slordig die oogjes. Een beetje boos kijken. Kinderen zijn dan meestal luguber. Dat zou ook mijn eerste ingeving zijn. Maar toen ging ik verder kijken naar het plaatje. Toen dacht ik, het staat wel in een soort van museum of zo. Ik ben ook tactisch aan het denken. Ik wil het spel winnen. Mm. En... als ik nou hetzelfde zeg en ik heb het goed, dan heb jij het ook goed. Maar als ik het andersom zeg en ik heb het goed, dan staan we weer gelijk. Het zou zomaar eens een kunstenaar kunnen zijn. Ik bedoel... Het zou kunnen. Ik heb het antwoord hier. Geef het verlossende antwoord. Wat zei jij, kind, hè? Ik zei kind. Ik zeg kunst. Dit is een kind! Nee! Ja! Nou, wel netjes. Ja, dit is wel netjes gedaan, moet ik zeggen. Shit. Kan ik nog winnen? We hebben er nog twee. Het kan nog wel. Als ik twee fout heb en jij twee goed, staan we dan gelijk. Dat zou gelijk. Wat denk je? Ja, nee, ik ga hem nou eerst zeggen. Oké. Het is wel lastig dit, hoor. Zal ik gewoon het risico nemen om alles wat jij zegt het tegenovergestelde te pakken? Nee, je moet, dan zeggen, je moet zeggen wat je denkt. Oké. Ik zeg kunst. Ik denk dat het kunst is. Ja, ik denk eerlijk gezegd ook dat... Even goed kijken naar de compositie, hoor. Nou, je compositie... Ik denk ook kunst, eerlijk gezegd. Ja? Ja. Het is kunst! Ah, kijk. De waarde is tan te veel. Tan staat er ook op. Er staat letterlijk tan te veel. Tan te veel. Ja, dat dachten we allebei. Dat dachten wij. Weet je, wij zijn echt kunstkenners. En Rick en ik hebben heel veel kunst thuis. We hebben kunstwetenschap gestudeerd. Allebei. Oh. We zaten bij elkaar in de klas. Zeker. Ja, deze vind ik heel simpel. Ik vind het wel cool gedaan, maar ik zeg kind. Ik zeg kunst. Zeg je kunst? Ja, ik zeg kunst. Nee, maar dat is tricky, hè. Maar kijk. Op de achtergrond zie je de tekening. Op de voorgrond zie je iets 3D, zeg maar. Het is wel knap. Dat roze is gemaakt van klei of van keramiek of zoiets. Op de achtergrond is... Misschien is het wel de tekening van een kind. En dat een kunstenaar dat dan zo met keramiek of klei na heeft gemaakt, zeg maar. Oh ja! Zie je nou? Oh ja, dit is een tekening erachter. Dit is een tricky. Ik zeg beide. Ik zeg kind. Jammer JP, maar ik trap er niet in. Jij zegt gewoon alleen kind. Ik zeg beide. Ik blijf bij kind. Ik zeg beide. Als ik het goed heb, niks kijk. Als ik het goed heb, dan ben ik wel de ubermeester, de legend van dit spel. Dat klopt. Ik heb al gewonnen. Of maar zeg ik jij, wil wel echt ik, een erkenning. Maar jij zegt nu dat het jij zegt dat het een is. Kunstenaar is. Ik zeg dat het beide is. Ja, maar dat is geen antwoord. Jawel, dat is een strikvraag. Ik denk dat als jij die... Oké, als jij dat antwoord geeft... Ja. Dan en het is je, niet dat, zo... Dat doe je zeg maar een all-in bij poker. Ja, soort van. Het is een kindje. Ah, oh, het is echt kind. Ik dacht beide. Yes, ik heb nog steeds verloren. Ja. Ik moet zeggen, het was een spannende strijd. Ik heb er zweetangst van, kun je het voelen? Goed, dames en heren. Het was me een waar... Wow, dat is kunst. Ah nee, dat is kind. Dat is kind. Ah, ja, wacht maar. Het was me een waar genoegen. Dit was een hele leuke challenge. Ik moet zeggen, het is ook best lastig af en toe. Het was wel tricky, ja. Het was heel tricky. Maar Rick, gefeliciteerd. Je hebt een keer gewonnen. Maar dankjewel. Trouwens, je vindt de speedrun challenge ook altijd. Vonden jullie deze video leuk? Klik dan even op dat duimpje omhoog. En klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Rick, dankjewel voor deze challenge. Graag gedaan. Dankjewel dat je mij vernederd hebt in mijn kunstkennis. Met alle liefde. En dan hebben we nog maar één ding te zeggen. En dat is... Later!